Wij hebben dit jaar geen perspectiefnota, dus geen meerjarenbegroting gepresenteerd. Juist vanwege het feit dat er een nieuw college onderweg was. En in de begroting die nu voor ligt, die mag ik alvast verklappen, een sluitende begroting is. Zullen jullie dus kunnen lezen, gaan lezen, dat daarin de stappen van die het college wil zetten om Almelo verder in de vaart der volkeren op te stoten, werkgelegenheid te bevorderen, mensen mee te laten doen aan de samenleving, kansengelijkheid in te bouwen en de stad verder te ontwikkelen, ruimhartig aan hun recht gaan komen. Maar we presenteren voor 2023 een sluitende begroting en daar zijn we natuurlijk erg blij mee. We hebben in deze begroting een eerste financiële vertaalslag gedaan, of een financiële vertaalslag moet ik zeggen, van de ambities uit het coalitieakkoord. Natuurlijk thema's als armoede, laaggeletterdheid in onze stad, ook vraagstukken op het gebied van gezondheid waar uitdagingen liggen. Nou, met concepten als die rijke schooldag en die verlengde schooldag gaan we daar nadrukkelijk op inzetten. Uiteindelijk ook om ervoor te zorgen dat we preventief verder aan de slag kunnen voor deze inwoners. Ja, het sociaal domein bijvoorbeeld ook in de gelegenheid gesteld om met ons mee te denken. Wat is nou een slim moment om die extra uitkering te doen? Hè? Want iedereen heeft zijn energiecontract op een verschillend moment afgesloten. Met ook als gevolg dat je jaarrekening, of je jaarafrekening, ook bij iedereen op een verschillend moment komt. Hè? Dus vandaar dat we hen ook gevraagd hebben, wat is nou een verstandig moment om die additionele uitbetaling te doen? Nou, daarvan zeggen zij, doe dat op een zo kort mogelijke termijn. Dus dat is de reden dat wij nu het college op korte termijn laten besluiten om die extra uitkering ook daadwerkelijk te realiseren. Er zijn allemaal hele mooie plaatjes bij om dat te kunnen zien. Er hangt ook een bedrag aan. Voor het steunfonds is een bedrag van een miljoen euro in gedachten. En dat is wel inclusief de uitvoering. Ga je inzetten om de leefbaarheid verder te verhogen, met name in de aandachtswijken zoals die genoemd staan in ons coalitieakkoord. En daar gaan we nu allemaal vorm aan geven. Er komt ook extra geld voor en dat gaat heel veel aandacht krijgen. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat we op dit moment aan het onderzoeken zijn of we de zelfbewoningsplicht kunnen gaan invoeren. En ik hoop dat we daar aan het eind van het jaar, begin volgend jaar, besluiten over kunnen nemen. Analoog aan andere gemeenten, om zo te voorkomen dat zeg maar, de opkopers hun gang kunnen blijven gaan. Want je merkt bijvoorbeeld bij de Duikerstraat dat echt negatieve consequenties heeft voor de mensen die er wonen. Als het gaat om de binnenstad gaan we door met het uitvoeren van de projecten in het Groot Gravenkwartier, waar op dit moment hard wordt aangewerkt, samen met de vastgoedeigenaren die in die gebieden actief zijn. En we zijn op volle bezig op dit moment om de plannen voor de stadskade uit te werken. En daar hoop ik aan het eind van het jaar meer over te kunnen vertellen hoe we dat gaan vormgeven. En natuurlijk wordt binnenkort gestart met de herinrichting van het busstation. Zodat ook zeg maar, aan de zuidkant van, van de stad er een mooie waardige stadsentree ontstaat. Waar het monument, het bevrijdingsmonument naartoe gaat. Zodat het volgend jaar daar gebruik kan worden voor het vieren van de bevrijding.